mij gaat vertellen. Vijf toppers gaan aan de slag. Ik wens iedereen, jullie allemaal ook heel veel plezier vanmiddag. Veel succes op dit mooie veld. Jullie weten wat de bedoeling is? Ja. Ze gaan lekker voetballen op een mooi nieuw veld, hè? Goeie bal, goed gedaan. Hey, goeie paas, jongen. Hoe speelt dit veld? Nou, het is inderdaad wel een stuk zachter ook. Ja? Ja. Ik voel het wel, het verschil van andere kunstgrasvelden. Ja, de ballen stuiteren niet zo. Maar dit neigt meer naar hoe een grasveld is wat een beetje vochtig is. Dan heb je dezelfde soort stuit. Dus. Bij de laatste pion ga je schieten. Het systeem werkt, hoe het systeem werkt, die water onder zit, zeg maar. Ja, ik geloof dat er water wordt opgevangen als het even heeft geregend. En als het dan heet wordt, dat het dan juist koeler wordt het veld. Dat is de bedoeling. Ja, dat zou super zijn natuurlijk, sowieso voor de kinderen. Want als je hier met 40 graden moet spelen, is het niet fijn. Knieën! Voelt het veld nu anders? Ja, dat voelt heel goed, hè? Ja, goed, ja. Van die veld, we gaan er wel wat hebben, hè? Ja. Oké, Bieler! Hakken, Bieler! Hakken, Bieler! Kunstgras is prima voor een heleboel clubs. Maar als je in de zomermaanden zit, met temperaturen, zeg even dat het buiten 30 graden is, dan kan je er echt wel 10 graden bij optellen wat de temperatuur van het kunstgras is. Dat is heel positief. Ja, zeker. Heel goed.